Oké, Lennart, we zijn van hem af. We zijn met de boot zo snel mogelijk weggevaren. Ja, het enige probleem is dat onze twee paarden nu weg zijn. Ja, maar die moesten we achterlaten, want die dingen gaan nooit Ja. op de boot. Holy sh. En ja, daar zit Serge al op ons te wachten. Waar staat Serge? Ik zie dat ze in de tijd Boot is dat wij gemist. weg waren ook al bezig waren met de muur, zie ik ook. Ja, daar ook. Holy shit. Maar oké. We zijn met de boot. Dit is de. Ja, hier, dat is de loopplank. Ik ga gewoon even snel zo. Huppakee. Oké, ik ben er. Gegroet, Serge. Kom je? Ja, het lukt een beetje niet. Oh. Ik doe Ja, we wel. moeten nog een soort van trappetje maken dan. Ja. Oké. Ik stel voor dat we even naar de wachttoren gaan. Want ja, we hebben voor de rest hebben wij nog niks gebouwd zonder dat ik weet of ze iets hebben gedaan. Alleen de muur dan zie ik nog. Eerst hadden ze alleen gewoon een beetje de lengte, maar nu hebben ze gewoon al een beetje Ja. de hoogte en zo zitten. Dat vind ik wel vet. Ja, ik wil. Oh, creeper, Ja, uitkijken. het gaat echt wel heel goed met het bouwen in ons kingdom. Ja, inderdaad. Ik vind het fucking vet aan het worden. Vooral de haven waar wij het mee bezig waren, die gaat echt al Ja, de opgebouwd. hijskraan is ook eindelijk op zijn plek. Hoe lang hebben we er al niet over gedaan om dat ding over het water heen te krijgen? Volgens Davis. mij een maand of zoiets. Ja, dat is echt. Want als je één blokje verkeerd plaatst, ligt hij onder water. Dat is echt ziek. Ja, hij is twee keer omgevallen volgens mij. Ja, Dat is dat zie je echt ook al een beetje. irritant. Hij Als is ook je een beetje beschadigd. als je omvalt, dan word je echt helemaal hysterisch erdoor. Ja, inderdaad. Maar oké. We hebben de anderhalf stack gold. Hier kunnen we armor van maken. Golden apples, wat je maar bedenkt. Ook een troon of zo voor ons allemaal. Oh. Ja. En ik eet even snel wat. Maar oké. Dit is dus echt gewoon fucking handig. We hebben hier Ja. eindelijk veel spruce wood. En die sukkel was zo dom om het te ruilen. Ja. Oh. Maar. Oh, waar is het? Volgens mij lopen we niet goed. Want volgens mij was daar de toren. Oh ja, het is echt. Ik vind het wel fucking Ja, dit is huge. echt wel het enige nadeel. Dit is zo groot, want het is dus als een hoofdstad. En dan is het ook nog echt heel veel werken ervoor. Ja, al onze bouwers die zijn. Er zijn volgens mij twee overleden. Ja, die Ik weet. waren overleden toen de hijskraan op een viel. Dus Ja. eigenlijk. We moeten daar nog wel een mooie begrafenis voor regelen, want het waren echt hele goede werkers. Oh, maar ik kan de toren niet vinden. Maar dat maakt niet uit. Eigenlijk moeten we niet met iedereen oorlogen zoeken. We moeten ook bondgenoten hebben, weet je? Ja. Want ja, als wij dat niet doen, dan worden we zo makkelijk aangevallen. Maar oké. Kom, we gaan even hierop zitten op deze steen. Oké. Okay. Oh, het zit niet echt heel fijn. Dat maakt niet uit. Oké, maar. Poeh. Het is wel een lekker dagje eigenlijk vandaag ook. Vind ik. Ja. Maar oké. Wat wou je Het zeggen? enige probleem is dat we nu sowieso wel oorlog kunnen verwachten van Kingdom Troy. Dat is wel echt gewoon het eerste waar we moeten voorbereiden. Ja, dat is waar. Want wij Sparta, wij hebben een haven. We kunnen zo makkelijk met de boten naartoe varen en alles opladen. Ja. Maar het enige probleem is, hun hadden allemaal al enchanted shit, diamond zwaard, dus, en wij zitten door alleen nog maar rond te lopen met arme spullen. Ja, we hebben wel diamonds, maar ik weet zelf niet hoe ik dat maak. Ja, ik weet het zelf wel, want ik was vroeger opgeleid als blacksmith en zo, dat mijn vader wat hier werkte bij een blacksmith. Maar het enige probleem is, we hebben niet genoeg diamonds voor ons allemaal goede shit. Maar Ik kan wel voor ons diamond zwaard en zo maken. Oké, maar dan moeten we echt gewoon aan onze miners vragen of ze elke dag willen werken. En dan kunnen we ze met gold gaan betalen, weet je? Dat vind ik al een goede deal eigenlijk. Maar oké. Ik denk dat wij nu gewoon eigenlijk een klein beetje met de bouwers moeten gaan helpen. Sash gewoon een beetje helpen met de haven. En ja, dan kunnen we gewoon de volgende keer, gewoon morgen of zo, als we lekker geslapen hebben, kunnen we altijd nog even kijken of we nog iets voor de burgers kunnen doen. Want ik ben dan wel koning, maar ik wil wel gewoon samen met mijn volk dingen doen. Oké. Maar dan zullen we dan nu gaan helpen dan? Ik denk van wel, hè? Oké. Jongens, dit is samenwerking.